Hallo allemaal, ik zit hier bij de BUP Keuringscommissie. We gaan u kort eventjes voorstellen aan het panel en aan wat zij in het dagelijks leven onder andere doen. Ik ben Herman Bolen. Ik ben gepensioneerde, al verschillende jaren. En ik heb dit altijd gedaan als mijn hobby. En dit is nu mijn laatste hengstekeuring die ik nu ga doen. Ik ga ermee stoppen, omdat ik toch de gezegende leeftijd heb. Ga ik ermee stoppen. Ik ben Stefane Smet, mijn dagelijks leven professor aan de Universiteit van Gent. En mijn vrije tijd bezig met paarden. En dit is dus ook onderdeel van mijn vrije tijd. En sinds een aantal jaar ben ik voorzitter van de commissie hier. Ik ben Herman van den Broek. Ik ben in het dagelijks leven altijd bezig met de paarden. Ik ben paardenhandelaar en paardenfokker. En ben ik al gans mijn leven geweest. Nu ben ik al 5 jaar bij de hengstenjury en ik hoop dit nog verder te kunnen doen. Met veel plezier. Ik ben Tim van Tricht. In het dagelijkse leven ben ik hoefsmid en paardenfokker. We hebben een beetje handelstal en fokkerij, het opleiden van jonge paarden en dan verkopen. Dit is meer hobby eigenlijk, uit interesse. Herman, u zei net, dit is uw laatste jaar. Ik wil morgen ook bij de keuringscommissie. Kan dat zomaar? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat wordt beslist in de Raad van Bestuur en in de stamboekcommissie van het stamboek. En daar zoeken wij dan toch wel achter de geschikte persoon, de mens met paardenkennis, die toch de fokkerij en de sport goed volgt. Daar hebben we dan toch nu het resultaat van Tim van Tricht. Dat wij toch hopen en denken dat dat de ideale man is die mij kan vervangen. Stefan, hoe gaat dat hier zo in zijn werk als jury zijn? Naar wat kijken jullie? Hoe ziet jullie dag er zo wat uit? Nou, vandaag hadden wij de harde bodem en de zachte bodem. Dus op de harde bodem kijken we naar correctheid van het fundament. En ook correctheid van de bewegingen op de harde bodem. Dus dat is toch wel zeer informatief. Voor ons toch wel een belangrijk moment. Ondertussen doen er al zo'n 155 hengsten mee. Denken jullie dat het bijna tijd wordt voor nog verder te gaan uitbreiden? Of is het nog goed te doen, zo'n hele lange dag? Ja, we zijn nu aan het overwegen van een voorkeuring te doen. Omdat het toch wel nogal veel wordt op één dag te doen en geconcentreerd te doen. En daarmee zijn we van planning om toch iets te organiseren voor eventueel een voorkeuring.